Een week geleden heb ik de Huawei FreeBuds 4i aangekregen om uit te testen. In deze video zullen jullie mijn volledige review hiervan krijgen. We zullen beginnen met het design. De Huawei FreeBuds 4i zijn verkrijgbaar in drie kleuren. Rood, carbonzwart en ceramic white. In de doos vind je drie verschillende silicone dopjes. Zo is het gemakkelijk om eigenlijk de juiste maat te vinden voor de topjes van je oren. Ik zelf heb nu de zwarte gekregen en ik vind dat de vingerafdrukken enorm goed zichtbaar zijn op de doos. De doos zelf heeft een ovale vorm met een platte achterkant en een bolle voorkant. Vooraan kan je een LED-lichtje vinden die aangeeft of de oortjes verbonden zijn, opgeladen moeten worden of aan het opladen zijn. Rechts van het doosje vind je een knop om de oortjes aan en uit te zetten, maar ook om de verbinding te regelen. Het gebruik. In gebruik zijn het heel gemakkelijke oortjes. Heb je zelf een Huawei, dan open je nog maar de oortjes en verbind de telefoon eigenlijk automatisch er al mee. Als je een iPhone of een andere Android-telefoon hebt, moet je eerst via Bluetooth de verbinding maken voor je de oortjes echt kan gebruiken. Eenmaal geconnecteerd is het vrij gemakkelijk. Vanaf dat je het doosje eigenlijk opent en één oortje eruit haalt, verbinden ze eigenlijk automatisch met de telefoon waarmee de oortjes verbonden waren. De oortjes zitten vrij zacht in de oren, maar ik merkte toch wel dat na 3 à 4 uur ik toch wel last begon te krijgen ervan. Qua lopen zijn de oortjes ook oké. Ik ben 2 keer met deze oortjes gaan lopen, 1 keer wanneer het droog was. En toen merkte ik dat de noise cancelling wel goed werkte in vergelijking met de awareness mode, maar dat ik toch nog altijd mijn surroundings een beetje hoorde. De 2 dagen dat ik ging gaan lopen met deze oortjes begon het te regenen en toen merkte ik wel dat mijn oortjes redelijk makkelijk uit mijn oren vlogen. Met een lichte touch bovenaan het oortje kan je de noise cancelling aan- en afzetten bij het langdurig drukken, op pauze of op play duwen met 1 keer licht duwen of naar het volgende liedje gaan door 2 keer te drukken. Heel gemakkelijk en het werkt ook heel goed, maar het enige wat ik miste was het feit dat ik mijn lawaai niet luider of zachter kon zetten met de oortjes zelf. De kwaliteit van de muziek. Prijs-kwaliteit gezien zijn dit enorm goede oortjes. Voor de prijs van €79,99 heb je eigenlijk een heel leuk paar oortjes waar noise cancelling op zit. Deze oortjes hebben een lichte bas, maar dat valt niet echt enorm hard op bij alle muziek met een bas dat je afspeelt. De batterijen. De oortjes kan je van 7,5 uur tot 10 uur zelf gebruiken. Allemaal een beetje te zien of je de noise cancelling aanzet of niet. Als je de hoeveelheid van een gemiddelde mens gebruikt, zijn het heel goede oortjes. Maar als je een heavy user bent, moet je ze tussenin wel eens kunnen opladen. Als de case volledig is opgeladen, kun je de oortjes de volle 2 keer heropladen. Conclusie. Prijs-kwaliteit gezien krijg je eigenlijk een enorm goed paar oortjes voor wat je er eigenlijk maar voor betaalt. Zo kan je voor de prijs van €79,99 een heel leuk paar oortjes vinden waar noise cancelling op zit, een oké bas en 10 uur luisterplezier. Dit paar oortjes is perfect als je geen heavy user bent, af en toe eens je oortjes nodig hebt en toch graag 10 uur luisterplezier wil hebben. Wil je nu meer zien van Android World? Vergeet ons dan zeker niet te abonneren en te liken. En kijk ook even naar de comments om onze socials te vinden.